De boosheks Ursula uit de kleine zeemermin. Ursula is geen aardige tante, dat zie je gelijk. Deze gemene zeeheks dook voor het eerst op in de Disney-film De Kleine Zeemermin, die in 1989 uitkwam. In deze film maakt Ursula gemene plannen om de drietand van koning Triton te stelen. Hiermee kan ze namelijk heersen over alle zeeën. Het wordt Ursula makkelijk gemaakt als Ariel op een dag voor haar deur staat. Ze is meegelokt door Griezel en Gruwel, de twee murenen van Ursula. Ariel is de jongste dochter van koning Triton. Ze komt bij Ursula langs omdat ze verliefd is geworden op een mens, prins Erik. Ariel vraagt Ursula om haar vin te veranderen in twee benen, zodat ze aan land op zoek kan naar haar prins. Ursula stemt toe om Ariel in een mens te veranderen, maar op één voorwaarde. Ariel moet haar stem afstaan aan Ursula en binnen 3 dagen een liefdeskus ontvangen van prins Erik. Anders verandert ze weer in een zeemermin en is ze volledig in Ursula's macht. Je raadt het denk ik al, Ursula zorgt er met haar gemene plannen voor dat het Ariel niet lukt om een kus te krijgen van prins Erik. Ursula stelt koning Triton voor een keuze. Hij moet zijn drietand afstaan zodat Ursula heerser van de zee wordt. En hij stemt hiermee in.